Een geit was de tafeldame van een leeuwtje van 4 maanden dat er niets voor voelde om voor melkmuil te spelen. Na dit kostelijke tafereeltje gingen de welpen met een tweetal jeugdleidsters naar het dierenpark in Amersfoort. Daar, in hun woonoord namelijk, wilden ze getuigen zijn van enige spectaculaire gebeurtenissen. Vele aanwezigen verhieven zich van hun plaatsen toen een van onze cineasten zich in het hol baarde van de leeuw, die toeschouwer zou zijn bij een uniek dressuurnummer. Er was wel leeuwenmoed voor nodig om zo dicht bij dit vriendelijke dier te komen. En er waren er nog enige mensen, alsmede een gekooide tijger aanwezig, bij het eerste van de serie nieuwe dressuurnummers die de dompteur Marello kort voor het begin van de winter in deze diergaarde presenteerde. De heer De Leeuw gaf er niet veel voor. Nadat de geitjes een knieval voor het publiek gemaakt hadden, kregen ze bezoek van een roofdier dat nog veel gevaarlijker is dan de wolf uit het sprookje. De heer Marello heeft namelijk met zijn menselijke wil de tijger geleerd om de geit te sparen en die laten ook doodkalm alles over zich heen gaan. Het onbloedige sprookje van de tijger en de geitjes, dat menig ander roofdier in het park tot vraatzuchtige gedachten en tot ijsberen brengt, is een voorbeeld van hogeschooldressuur. Een nummer dat in de wereld der dompteurs nog niet vertoond werd. Een beetje links nam de troep afscheid van het publiek dat gunstig reageerde op dit staaltje van dressuur. Met uitzondering van de heer De Leeuw die alleen maar slaap had. Een hoedje van echte katoenbollen sierde het hoofd van Corine Roodschever, Miss World 1959, die in het Amsterdamse Carlton Hotel de modeshow Katoen 1960 opende, waarvoor alleen Nederlandse stoffen werden gebruikt. En een Nederlandse couturier, Dick Holthaus, verwerkte gaarne de tientallen nieuwe dessins die onze vaderlandse katoenindustrie voor de aanstaande zomer liet ontwerpen. Dit is één van die stoffen en de cocktailjapon die ervan vervaardigd werd, maakte Miss World nog mooier dan ze volgens de Londense schoonheidsspecialisten al was. Van een grof uniweefsel is dit vakantieensemble. Ja, met een beetje katoen kan een vrouw ons in de zomer heel wat doen. In een bloemenweelde van textiel behoeft een vrouw niet per se haar figuur en haar elegance te verliezen. Voorwaarde is natuurlijk een dienovereenkomstig modeontwerp. Jeugd, jeunesse, is de naam van deze Holthaus-creatie voor teenagers, waarvoor een dobbyweefsel met een grof linneneffect werd uitgekozen. Vooral de bijzonder modieuze avondensembles en cocktailtoiletten die tijdens deze show getoond werden, lieten telkens weer één feit sterk in het oog springen. Het feit dat het katoentje zich dankzij de vooruitstrevendheid van de Nederlandse fabrikanten ontwikkeld heeft tot een stof die voor de haute couture bijzonder geschikt is. En rechts en links en rechts en omkijken. Links en rechts en links en rechts en links en rechts en links en rechts en links en strekken en buigen en strekken. Goed, flink werken hoor. De gediplomeerde gymnastieklerares Greet Bakker begon er kort geleden mee. Speciale lessen voor de dames en heren van het bejaardencentrum in Hilversum die daarvoor toestemming van hun huisdokter nodig hebben. Niet alleen de oude vandaag stemde volledig in met haar plan, ook een bekend reumatoloog. De door mevrouw Bakker samengestelde oefeningen hebben ten doel gewrichts- en spierverstijvingen te voorkomen. Met soepele schouder-, hals- en nekspieren kunnen ook zij zich in het moderne verkeer dat grote omzichtigheid vraagt, blijven bewegen. Positief zijn de resultaten van dit lofwaardige Hilversumse initiatief. Ze komen allemaal graag één keer per week gymmen. Hun bewegelijkheid, hun fitheid en hun levensvreugde werden er duidelijk groter door. En wat een mens op hoge leeftijd nog met een gezonde body kan doen, werd nog even gedemonstreerd door de 75-jarige heer De Cru.
Ook wij waren er helemaal van ondersteboven. Prins Amadeo, de 23e, had veel leut in dit schone lied van Frans Giné. Een van de deelnemers aan het Oeteldonk Songfestival dat georganiseerd werd met het edele doel Den Bosch tijdig een nieuw carnavalslied te geven. En de keuze was moeilijk voor de jury, die bestond uit een flinke 2000 Bossenaren. Luistert u zelf maar. De Oeteldonkse kiezers, die in de beste stemming waren, zorgden voor een grote verrassing die bij monden van zijn doorluchtige hoogheid, prins Amadeo, werd bekendgemaakt. Van dit Oeteldonk Songfestival is gewonnen door de Bosse Doris. En Doris verwierf die prijs met het lied Zorg dat je erbij bent met Vastelavond. De nieuwe carnavalsschlager van Oeteldonk. Zorg dat je erbij bent.